Goedendag mensen. Goedendag. Wat is het probleem? Ik wil u aan de kant zetten. Ja. Wij gingen nu rijden op de Eikenlaan bij het winkelcentrum met de telefoon in uw handen. Ja, heb ik altijd. Ik laat hem ook nooit meer los. Ik ben zo gek met dat ding. Ja, dan krijg je wel een proces van. Ja, helemaal goed. Doe maar. Heb je een rijbewijs bij? Een rijbewijs. Ja, ik denk het wel. Ja, zeker hoor. Wel bij me. Moet jij niet een keer met pensioen? Je ziet er ouder uit dan 65. Ja. Welke staat er weer? Sorry. Nee, nog lang niet. We gaan nog lang niet met pensioen. Ja. Mooie loge heb je. Een Breitling. Ja. Die kost een patiënt, hè? Met jouw salaris, dat vind ik nog wel wat, man. Geen idee. Nee. Nou ja, ik weet wel wat deze kost. Die kost 4000 euro. Dat is best veel geld voor een horloge, of niet? Ja. Oh, je weet het niet. Jij hebt hem gehad van iemand die je omkocht. En hij zei er niet bij wat die kostte. Ook ik ben niet tot antwoorden verplicht. U bent ook nee, dat zeker niet. Zeker niet. Maar het is wel een boevenklok wat je om hebt. Geweldig. Een agent met een boevenklok. Wat geniet ik weer, jongens. Nou, je hebt je eerste te pakken, hè, vandaag. En nog bij een bekende Nederlander ook. Is dat zo? Ja, jongen. Jullie zijn mijn promotieteam. Jullie hebben mijn beroep gemaakt. Geweldig. Daarom hou ik ook een beetje van jullie. Ja, toch wel? Ja, ik hang jullie allemaal apart straks. Geweldig dit, jongens. Helemaal top. Ja, die mag je even zien, jongen. Hier, een agent met een dikke Breitling. Ik ken toch niet? Die moet wel corrupt wezen. Hij weet niet eens wat die kost. Wat een feest, jongens. Op de vrijdagochtend. Wat bent u stil, mevrouw? Ja? U heeft heel weinig te melden vandaag. Maar heel verstandig ook. Ja. Al uw collega's die met mij in gesprek gaan, die komen allemaal bedrogen uit.